Hoi iedereen, welkom terug op het YouTube kanaal van Fashionista. Mijn naam is Lien en vandaag ben ik hier terug. En ja, de zomer is over, helaas, pindakaas. Maar dat wil wel zeggen dat de herfst voor de deur staat. En vandaag heb ik voor jullie, zoals jullie aan de titel hebben kunnen zien, een trendwatch voor jullie. En natuurlijk over de trends van deze herfst. Nu, ik heb mijn persoonlijke favorietjes gekozen en ook favorietjes die dan ook in mijn kledingkast hangen. Dus ik heb mijn 5 favorieten geselecteerd. Dus als jullie benieuwd zijn, kijk dan zeker verder. En vergeet deze video alvast geen duimpje omhoog te geven. Oké, allereerst een trend die, waar je niet naast kan kijken op Instagram. En dat zijn de teddycoats. Nu, ik kocht de mijne al vorig jaar. Want vorig jaar waren die al een dingetje. En dit jaar zijn ze opnieuw een dingetje. Dus ik ben blij dat ik de mijne nog heb. En dat is dit exemplaar. Deze is van de H&M. Ik kocht deze in Rotterdam vorig jaar. Deze is van de H&M trendcollectie. Maar ik geloof dat ze dit jaar weer een exemplaar in hun collectie hadden. Maar die was ook weer vliegensvlug uitverkocht. Ik weet wel dat ze er ook nog bij de Urban Outfitters verkopen. En die kost iets rond de 100 euro, denk ik. En dat is exact dezelfde als deze. En die ziet er zo uit, maar is echt veel te huge voor op beeld te krijgen. Dus daar laat ik jullie sowieso nog een aanbeeld van zien. Nu, ja, die teddycoats, dat is gewoon echt your walking teddy bear, zal ik het maar noemen. En I love it. Ik vind het ook geweldig om deze te combineren. Bijvoorbeeld bij meer sporty outfit. Of bijvoorbeeld bij deze jurk staat die ook heel erg leuk. Ik kan er echt mee spelen. En oversized, it's not a crime met deze, deze jas bedoel ik. Dus ja, I just love it. I love it, love it, love it. Ik heb al een hoofddeksel op, maar op mijn Instagram hebben jullie ongetwijfeld al andere hoofddingen zien voorbij komen. En deze is er onder andere één van. Dit is zo'n velvet headband en ik kocht deze bij de Sasha. Maar online zijn er superveel webshops waarop je deze kan bestellen in alle geuren en kleuren. En vooral dit velvet exemplaar vind ik super leuk voor deze herfst. Ik heb hem onder andere ook nog in een hele leuke bordeaux kleur gezien, in een okergele kleur. En ik vind dat het je outfit direct opfleurt. Natuurlijk voor in de winter heb je er ook zo van die exemplaren die in wol zijn en zo. Dus die zijn daar ook heel lekker warm voor je oortjes. Maar deze vind ik gewoon super cute. En zoals ik al zei, in de zomer heb ik die met super veel leuke prints van de Zara. Bij de Zara kostte die iets van een 13 euro. Ik denk dat ik deze iets van een 7 euro of zo heb betaald bij de Sasha. En ik vind hem echt super cute. En ook gewoon de roze kleur. I like it very much. Trend die ik al sinds vorig jaar in mijn kast heb en dat zijn deze studded boots. Nu, in elke schoenwinkel heb ik botjes gezien die van die studs hebben of die helemaal bezet zijn. En het is echt, hoe meer studs, hoe beter. En dat is bij deze wel het geval. Nu, dit zijn van die Chloe knockoffs. Als je er iets van kent, dan weet je dat, dit zo na-apers zijn van hele dure designerschoenen, zeg maar, van de Chloe schoenen. En die staan op mijn wishlist. Maar in de tussentijd heb ik met deze exemplaren aangeschaft. En die zijn ook van Sasha. En die, ja, ik vind die gewoon super leuk. Ik kan die ook heel gemakkelijk dragen. Onder een casual outfit, maar bijvoorbeeld ook onder een leuke jurk. En dan maakt die outfit weer wat stoerder. Ze zijn niet goedkoop, maar ja, ik heb ze al sinds vorig jaar en ze zien er nog splinternieuw uit. Ik denk dat deze iets van 120 euro of zo waren. Maar ze zijn zeker die prijs waard. En ook Sasha, die doen heel regelmatig kortingen op van alles en nog wat. Dus ja, het zijn baby's. De voorlaatste trend heb ik bij ook heel wat Insta-bloggers zien passeren. En dat zijn deze geruite blazers. Nu, deze ook al heb ik echt al een hele tijd in mijn kledingkast hangen. En toen was het niet echt een trend. Maar nu heb ik gezien dat het blijkbaar toch een trend is. Dus ik ben blij dat ik ze nog altijd heb in mijn garderobe. Maar ja, zo van die geruite blazers, die zijn ook heel easy te combineren. Gewoon met een wit V-hals shirt eronder, met leuke zwarte jeans eronder, wat studded boots en een leuk hoofddeksel en you're ready to go. Dit is een heel simpel model van de Zara. Het is gewoon helemaal zo. Ik heb die trouwens ook in verschillende versies, want het is net zoals bij nagellak. Ze lijken heel erg goed op elkaar, maar het zijn niet dezelfde. Zo heb ik bijvoorbeeld ook deze en deze heeft dan een iets opvallender patroon, zeg maar. En die is ook wat meer casual van model en ook ietsje langer. Nu, waar je geruite blazers kan vinden, Zara obviously, denk ik wel, en Mango. Dat zijn mijn aanraders, zou ik zeggen, om eens te gaan kijken voor een geruite blazer. En anders ook tweedehands zaakjes zijn ook altijd heel erg leuk. En dat zijn altijd van die oversized modellen. Dus, of Bershka of zo. Of Urban Outfitters. Ja, die winkels. Als je een geruite blazer wilt. Dan zijn we bij de laatste trend aangekomen. En deze trend heb ik aan. Nu, ik heb zoals jullie zien een bloemetjes
Ja, het is een jurk. Het lijkt misschien een blouse op camera, maar het is dus een jurk. En deze heb ik ook bij superveel Instagram bloggers zien voorbij komen, want ik ben heel Instagram afgegaan om te kijken welke trends zijn er nu juist leuk. En dit was er eentje van. En ja, nu, om deze gewoon op zichzelf te dragen is misschien een beetje boring. Maar die valt heel erg leuk te combineren bijvoorbeeld met dit patchje. Dit patchje is trouwens van Urban Outfitters, dat is ook een trend. Maar ik vond dat deze trend al langer aan de gang was dan deze herfst, zeg maar. Maar dit is niet zomaar een jurk. Het is ook geen korte jurk. Het is zo echt een midi jurk, zeg maar. En dat viel me ook wel op dat het alleen maar midi jurken zijn die ik de laatste tijd zie passeren in zo'n leuke bloemenprint. En dan afgewerkt met leuke accessoires en van die studded boots bijvoorbeeld eronder. And you're all set to go. Dan zijn we aanbeland bij het einde van deze video. Doe zeker een duimpje omhoog als jullie het een leuke video vonden. Laat me hieronder in de comments zeker weten wat jullie favoriete trends zijn voor de herfst en de winter. En of dat ik er vergeten ben, want dat kan natuurlijk altijd. Of dat je bijvoorbeeld andere favorietjes hebben. Laat mij ook even weten wat dat jullie vinden dat ik zeker moet aanschaffen in mijn garderobe voor deze herfst en winter. Vergeet je ook niet te abonneren op het Fashionista YouTube kanaal, want binnenkort komen er weer leuke winacties aan. En andere leuke video's ook trouwens. En ja, ik denk er ook aan om misschien te gaan vloggen als ik naar een leuk evenement of zo moet. Dus als jullie dat leuk lijkt, doe dan alvast een duimpje omhoog en laat het ons hieronder weten in de beschrijving. En dat was alles dat ik wou en moest zeggen. En dan zie ik jullie graag volgende keer terug in een nieuwe video. Bye bye!